stoom en niet meer naar de herstelkant. Dat moet herstellen, richting armenbogen gaan. En wat je dan aan het doen is voordat het lichaam afkoelt, dus zolang het erg warm is, blijft het erg actief. Tot ook dat ik dus heel benieuwd en in het bed met de open ogen en ik kan toch niet in slaap vallen, ondanks dat ik nu ben, omdat het lichaam nog verdrukt is. En dan is het veel beter om naar bed te gaan, een koude douche te nemen, daarmee het lichaam af te laten koelen en dan gaat het vanzelf richting aan de boven. En dan maken we ook gebruik van met onze renners. Als wij een zwaar effect hebben gehad, dan koelen we de jongens of in een ijsbad of onder een koude douche. En dat is in een zwembad of we koelen alleen hun hoofd. Er zijn allerlei verschillende mogelijkheden, maar iedere keer is de boodschap. Zorg dat het lichaam afgaat, dat je meer naar aan de boven gaat en dat je veel beter slapen van het thuis gaat. Maar ik ben nu al wat dit moment van kies en toeristisch te maken in de kakkie. En heeft ook een vraag, nu en zwaar, de verloop op vandaag.nl. Die gaan alleen maar in één richting in en uit te bouwen. Als we richting naar voren hier, ja? Naar voren gaat, daar gaat het zo uit te bouwen. Maar hij gaat toch ook weer terug? Ja, ja. Het is alleen maar nodig de ene schroef weg te nemen. En dan kan je die zo uitnemen. Oké. Okay. Die schroeven zitten daar als, als as. Ja, ja. Op zo'n manier. Zo gaat dat. Zo gaat dat naar binnen. Ja. En dan komt daar die tweede schroef in. Ik was ja, zondag was ik ja op North Sea Jazz. Oh ja? Met Hans Zwager Ron en Hans zusje, Karin en nog vrienden. Ah. Zijn we dan naar Rotterdam gegaan. Oh, dat wist ik niet. Zo, ja. Had je nog een iets ertussen gedaan dat het niet zo hard klinkt als het... Ja, ik heb met zo'n massa uit een cartouche, zo'n massa zo als silicoon. Heel sterk klevende massa. Heb ik daar zo'n puntje daar naar onder gezet hier. Kan je daar misschien zien? Daar? Nou, nee, zie je zo lastig. Niet. Oh, ja. Moet je van beneden naar boven kijken. Tillen, nou ja. Maar zo is het niet te erg. Hè? Nou, het zal niet elk kwartier zijn dat het... Nee, elke twee maanden eerder. Ja, precies. Ja. In de regentijd. Ja. Een plekje waar ik rood verf op moet. Oh ja, oké. Dat we er nog uit kunnen. Van 10 maanden. Dat moet voortzijn om een boete betalen van €100.000.
Ik heb even 3 jaar geleden bijna failliet. Sinds 2008. Het college van BMW van de gemeente Giezenlanden beval hem de tekst weg te halen en legde hem een dwangsom op van 15.000 euro. De Giezenburger is niet van plan om de tekst van zijn dak te halen en stapt naar het Europees Hof. In Berkel en Schot bij Tilburg heeft de politie vannacht een dronken automobilist aangehouden. De overledenheid blijft niet alleen veel te veel verband te houden. Hij heeft ook al 20 jaar zonder stolen rijbewijs, zegt de politie. Bedankt hè, daar. Zo. Hey, we hebben de kikkertjes. We hebben 2 hekken. Ja, ja. Je hebt 2 hekken, ja. We hebben er 2. Leuk hoor. Goh. Hier ga ik mooi die, hè? Hier ga ik die schroeven zo zeker maken dat ik geen sleutel kan ingestopt worden. Ah. De sleutelgaatjes. Ja, je maakt ze dicht. Vullen. Ja, okay. Gaan ze dat zand nog verder aanvullen dan later? Ja, ja, ja. Moeten ze wel goede tuinaren of niet? Ja, dat komt allemaal goed. Goeie reis terug. Goeie tuinaren, ja. En we zien jou 2 april. Ach, 2 april, bijna 2 augustus. Ja. Hey, goeie reis, Michael. En groetjes weer, hè? Ja, en groetjes. Hey, maar als je straks nog langs wil komen of je zegt, goh, ik heb zin in een frisse douche, kom dan rustig. Ik denk niet, maar misschien, wie weet.